Alle info over de Chapter 4 Season 1 Battle Pass. Ieder seizoen zien we natuurlijk weer dat er een nieuwe Battle Pass verschijnt. Nou, over een aantal dagen gaan we over naar een nieuw seizoen, namelijk Chapter 4 Season 1. Ik ga alles vertellen over de Battle Pass, welke characters we kunnen verwachten, plus natuurlijk nog veel meer informatie. Like en een subje zal gewaardeerd worden. Ja, de Battle Pass van volgend seizoen gaat waarschijnlijk ongeveer 950 V-Bucks kosten. Eigenlijk wat we natuurlijk ook in de vorige seasons ook zagen. Dit is een best wel goede deal in V-Bucks waarde, want het kost 950 V-Bucks, maar in de Battle Pass, als je tier 100 haalt, kun je 1500 V-Bucks krijgen. Dus ja, dat is zeker weten niet verkeerd. Ja, de nieuwe Battle Pass zit waarschijnlijk weer vol met van alles wat. Namelijk bijvoorbeeld de backblinks, sprays, denk aan wraps, denk aan pickaxes, maar natuurlijk ook skins. Waarschijnlijk zo'n 7 à 8 characters. Ja, en waarschijnlijk kunnen een aantal van deze skins gelinkt worden aan een samenwerking, want sinds Chapter 2 Season 1 zien we dat ze bij elke Battle Pass een samenwerking hebben gehad. Dus ik verwacht het ook weer voor volgend seizoen. Als jij de Battle Pass van Chapter 4 Season 1 gaat aanschaffen, vergeet dan natuurlijk niet de code. Te veel gevraagd, dat wordt heel erg gewaardeerd. Maar goed, ik zeg net samenwerkingen, dit, dat. Welke characters kunnen we dan verwachten? Nou, daar gaan we het nu eventjes over hebben. We gaan eventjes terug in de tijd. Namelijk vlak voordat Chapter 3 Season 4 begon, weten jullie misschien nog wel dat bepaalde leakers de skin Gwen hadden geleakt. En ja, zoals jullie ook weten, deze skin is inderdaad unlockable geworden in dit seizoen. Leakers hadden het er ook over dat Miles Morales in dit seizoen zou gaan komen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Ook gaat dat niet meer gebeuren, want we hebben de laatste update gehad en er is geen skin encrypted of in de files gevonden. Dus dat gaat sowieso niet gebeuren. En ja, wat ik net al zei, de nieuwe Battle Pass gaat waarschijnlijk weer een samenwerking zijn. De kans zit er dik in dat dat dus met Miles Morales gaat zijn. Als we bijvoorbeeld kijken naar het succes van de Spider-Man skin, namelijk de meest populaire skin in Fortnite, zal dit ook zeker weten geen verkeerde zet zijn, omdat deze skin natuurlijk heel erg lijkt op de Spider-Man skin. Dus ja, ik verwacht ook eerlijk gezegd, als ze dit doen, dat dit een tier 100 skin gaat zijn die je kunt unlocken. Dan gaan we door naar de volgende character die wellicht in de Battle Pass gaat komen. En ik heb het natuurlijk over de enige skins die in de comic series zit die nog geen skin heeft. Namelijk het is Shuri. Ja, wat ik net zeg, de enige skin die er dus niet in zit. Dat is wel heel erg apart. Dus het lijkt me wel dat deze er een keertje in gaat komen. En ja, de kans zit er dus dik in dat dat in de Battle Pass gaat zijn. Wellicht zien we haar al bij natuurlijk het Fracture event wat over een paar dagen zal zijn. Want ja, ook in de comic series zien we dat zij aan de goede kant staat. Dus het zou zeker weten kunnen zijn dat zij Jones gaat helpen in het eindgevecht om natuurlijk het eiland te redden. Dan de volgende character die eraan gaat komen. Ja, deze is heel erg interessant. Dit is namelijk een skin die we al eerder een keertje in de Battle Pass hebben gekregen. Maar men verwacht dat deze een nieuw soort variant gaat krijgen. Ik heb het natuurlijk over Dr. Sloan. En nee, Dr. Sloan is niet dood. Iedereen dacht dat natuurlijk. Maar vlak voordat de Mecha Team Leader Robot zijn vuist op Dr. Sloan wou slaan, ging ze een soort van bunker in. Sluit ze de deuren vlak voordat die vuist neerkomt. En is ze in principe gered. Dus ik neem aan dat ze nog leeft. Dus ja, ze gaat nog een keertje terugkomen. Sowieso in de storyline. Het zou dus inderdaad kunnen zijn dat dat ook de Battle Pass gaat zijn met een andere stijl. Oké, dan gaan we het hebben over een character waarvan iedereen dacht dat hij dood was. Hij is niet alleen opgegeten door een haai, maar hij is ook teruggekomen in de game als undead tijdens de Chapter 2 Season 4 Fortnitemares. Ja, je raadt het misschien al. We hebben het inderdaad over Midas. Ja, waarom denken we dat Midas terug gaat komen in de game? Nou, er zijn verschillende redenen waarom. Nou, allereerst gaan we het eventjes hebben over een aantal voice recordings. Daarin is te horen dat Paradigm het heeft over een Loopbreaker project. Zoals jullie misschien wel weten, Midas is de enige die een Loopbreaker project als enige succesvol heeft voldaan. Daarnaast heeft Donald Mustard vorig jaar een video geplaatst met dat hij zegt dat hij Midas echt een hele vette skin vindt. En zoals we weten, Donald Mustard moeten we altijd in de gaten houden als het gaat om leaks. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Donald Mustard daar eigenlijk al een beetje teased wat er over een paar dagen aan gaat komen. Daarnaast, als je goed hebt opgelet dit seizoen, een aantal NPC's hebben het gehad over Midas. Ze hadden het namelijk erover dat Midas weer bezig is met spionnenwerk, plus hij heeft special agents opgeleid. En als laatste reden waarom Midas hoogstwaarschijnlijk in de Battle Pass zit, komt door deze spray. Namelijk deze spray die is geleakt in de V22.30 update.
tijd. We zien daar inderdaad de hand van Midas in de groomstel van Chapter 3, Season 4. Ook van Midas denken we dat hij een rol gaat spelen uiteindelijk in het Fracture Event om ook inderdaad Jones te helpen. Ja, dan de laatste character waar ik het over ga hebben is The Nothing. We hebben namelijk een aantal weken geleden The Nothing voor het eerst horen praten bij een van de Bytes Quests. Met de reden dat Fortnite laatst een skin survey heeft gedaan, denkt men dat het deze skin gaat worden op basis van looks. Ik moet ook eerlijk toegeven, deze skin ziet er ook wel echt uit als een Battle Pass skin, wat we in het verleden eigenlijk ook wel een beetje hebben gehad. Als deze skin erin komt, eerlijk gezegd, ik vind hem niet heel erg tof, maar er zit zeker weten een kans in dat dit hem gaat worden. Maar goed, jammer genoeg, bij deze character is er best weinig bewijsmateriaal dat deze erin gaat komen. Dus eerlijk gezegd, ik geef deze de minste kans dat deze erin gaat komen van de skins die ik zojuist heb benoemd. Ik wil nog eventjes benadrukken dat het natuurlijk niet 100% zeker is dat deze skins erin gaan komen, maar gezien de teasers en leaks die we hebben gekregen, ja, is er zeker weten wel een redelijke kans dat in ieder geval één van deze skins erin gaat komen. Laat natuurlijk ook eventjes in de reacties achter of jij de Battle Pass van Chapter 4 Season 1 gaat aanschaffen. En wat je natuurlijk ook van deze video vond. Ga je de Battle Pass aanschaffen, vergeet dan natuurlijk niet de code te veel gevraagd te gebruiken. Daarmee support je natuurlijk ons heel erg. En dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Peace out!